We staan op de redactie van Netwerk bij Alje Kamphuis. Jij bent al een meer dan 10 jaar verslaggever bij Netwerk. Klopt. Voor de reporters van Daar Hou Ik U Aan zou ik even wat leuke dingen van je willen weten over het afnemen van een interview. Wat is persoonlijk jouw leukste interview ooit? Leukste interview? Het meest bijzondere, denk ik, was met Karel Kasteel. En die zat eigenlijk in de inner circle van de laatste paus. De laatste paus die overleden is. En hij moest ervoor zorgen dat het zegel op de deur werd gedaan toen hij overleden was. De zegelring van de paus kapot maken. Nou, en er was eigenlijk nooit iemand die daar iets over wilde vertellen. Het was natuurlijk heel erg geheim, veel protocol. En dit was een Nederlander die dat deed. Dus het, ja, via wou hij toch ineens daarover vertellen. Dat was heel bijzonder. En wat was het kenmerk voor jou van het goede van dat interview? Wat maakte dat interview zo bijzonder? Ik bedoel, het is natuurlijk het verhaal, maar wat is jouw rol daarin geweest dat dat verhaal er zo uitgekomen is? Nou, ik denk oprechte belangstelling. Je moet altijd geïnteresseerd zijn in degene die interviewt. Echt geïnteresseerd. En ik denk dat diegene ook wel merkt. Dat je heel graag een verhaal wil, maar ook dat heel rustig wil aanhoren. Er geen hype van maakt. Niet heel snel. Gewoon mensen in hun waarde laten. Dat is denk ik het belangrijkste. Hoe bereid je, dat is een houding, maar hoe bereid je je voor op een interview? Veel lezen. En dan eigenlijk alles weer weggooien, want er moet ook een echt gesprek ontstaan. Je moet niet op zoek gaan naar quotejes. Ja, tenzij je echt voor een nieuwsitem van enkele minuten of zo. Dan kan je wel zeggen van ik wil dat echt per se horen. Dat moet je normaal gesproken ook wel in een gewoon interview. Maar goed luisteren, oprecht geïnteresseerd zijn. De vragen stellen die je ook aan je buurman zou stellen als je van hem iets wil weten. De 10 jaar Netwerk, dan heb je vooral veel interviews op locatie gemaakt. Zijn dat andere interviews als in de studio? Je bent sowieso in de omgeving, of waarschijnlijk ben je in de omgeving van waar diegene zich prettig voelt. Voor jou is het een nieuwe omgeving. Dat zou moeten betekenen dat iemand toch meer wil vertellen omdat hij in zijn eigen omgeving is. Dat is ook een tip. Probeer altijd iemand in zijn eigen omgeving te houden, zodat hij zich prettig voelt. Iemand die zich prettig voelt, daar haal je toch altijd meer uit dan iemand die wat toch in een onwennige omgeving staat. Nog een goede tip is dat je van tevoren kiest van ga ik staan of ga ik zitten. Als je wat meer menselijk interview wil doen, zou ik zeggen ga zitten. Dan voelt iemand zich nog meer op zijn gemak. Maar het kan ook zijn dat je iemand wil confronteren met iets. Dat is bij de gemeenteraadsverkiezingen, politieke interviews vaak zo dingen. Dan zou ik gaan staan, want dan kun je, komen dan toch meer to the point. En ook moet je afvragen van doe ik iemand een speldje op, zodat hij zelf kan inbreken in het interview wanneer diegene wil. Of gebruik je een handmicrofoon, zodat je zelf op een gegeven moment die microfoon weg kan trekken als jij wel iets wil zeggen. En daar wordt het dan wel, ik denk bij politieke interviews, ook spannender van. Ja, in dit geval zullen daar hou ik u aan reporters, zeg maar, met vooral met mobiele telefoon en met flipcamera's en eventuele recorders op pad gaan. Als jij overvallen wordt door een interview, hè, in de zin dat je ineens moet, je moet er ineens staan. En je weet eigenlijk niet zoveel van het onderwerp, maar je moet meteen reageren. Hoe pak je dat aan? De ander moet reageren? Of? Nee, jij moet meteen kunnen handelen. Jij ziet bijvoorbeeld dat gemeenteraadslid zie jij in het wild rondlopen op bij de braderie. En je wil op hem afstappen en je gaat meteen een vraag aan hem stellen. Dan heb je niet tijd om de zaak heel uitgebreid voor te bereiden, maar dan moet je er meteen staan. Ja, het ligt aan hoe hectisch het is. Als het echt in een grote stad is, waardoor de hele gemeenteraadsverkiezing op zijn kop staan, dan zou ik gewoon zo snel mogelijk proberen die vraag te stellen, die ene vraag die het belangrijke antwoord oplevert. En anders zou ik gewoon toch mezelf eerst voorstellen. Ik ben die en die, dan moet iemand ook stil gaan staan. Dus dan kun je aftasten of iemand ook echt de tijd voor je heeft of niet. Als hij gelijk weer doorloopt, dan moet je alsnog die ene vraag stellen. Maar het is al prettiger als iemand toch even stil blijft staan, denk ik. Nou, jij bent duidelijk op alle situaties voorbereid. Heb je tot slot nog tips en trucs zeg maar, die je normaal nooit vertelt aan mensen over interviews, waarmee je ze verleidt tot uitspraken, waarmee je ze... Nee. Goed voorbereid zijn, maar dat papiertje weggooien en oprecht geïnteresseerd zijn en goed luisteren. Oké, dankjewel.
En niks zeggen nadat de camera, als de camera nog loopt. Shit, ik zeg het net.